Ja, vanavond twee keer zevens zelfs. Zeven scheppingsdagen en de zeven feesttijden van Israël. Er zijn eigenlijk nog wel meer feesttijden, maar dit zijn de zeven met de Sabbat die in Leviticus 23 worden genoemd. En de zeven scheppingsdagen vindt u natuurlijk in Genesis 1 en het begin van Genesis 2. Ik zou aan het begin iets willen lezen uit het boek Jesaja, hoofdstuk 27. En u zult straks wel zien waarom ik dat graag naar voren wil brengen. Hoofdstuk 27, vers 1. Het HSV. Op die dag zal de Heere vergelding doen met zijn hand, hart, groot en sterk zwaard. Aan de Leviathan, de snelle slang. Ja, de Leviathan, de kronkelende slang. Hij zal het monster dat in de zee is doden. En dan staat er nog een paar keer op die dag, op die dag. En tenslotte in vers 13. Op die dag zal het gebeuren dat op een grote bazuin geblazen zal worden. Dan zullen zij komen die verloren waren in het land van Assyrië, die verdreven waren naar het land Egypte. En zij zullen zich voor de Heere neerbuigen op de heilige berg in Jeruzalem. Tot zover uit de Bijbel. Zeven scheppingsdagen, zeven feesttijden. U moet daarin geen absolute strakke parallellen zien. Maar er zijn toch een aantal heel bijzondere overeenkomsten die mij troffen. En die ik graag met u zou willen delen. Dat woord zeven trouwens, dat is maar niet een soort hobby van mij. Dat moet ik ook wel even vertellen. Peper maakt daar wel een grapje over en dat is ook zijn goed recht. Maar ja, dat getal zeven komt zo ontzettend vaak in de Bijbel voor. En zoals gezegd, dat begint al meteen in Genesis 1. Dus laten we daar maar rustig mee doorgaan. De eerste scheppingsdag zou dus een beetje overeenkomst vertonen met het Pascha, met het Pesachfeest. Nogmaals, voor de details verwijs ik u graag naar Genesis 1 en naar Leviticus 23. Ik veronderstel eigenlijk een beetje dat ik een gehoor voor me heb dat redelijk vertrouwd is met deze twee hoofdstukken. Zeker ook met Leviticus 23, de feesttijden van Israël. Wat is de overeenkomst tussen Pesach en de eerste scheppingsdag? De dag waarop de Heere zei, er zij licht en er was licht. Na alle zeven zal het u misschien enige moeite kosten een parallel te zien. Maar ik hoop het u uit te leggen en dan zegt u, hey, ja, inderdaad. Want wat gebeurde er bij het eerste Pesachmaal in Exodus 12? U weet wat daar gebeurde. Je had daar eerst de negende plaag. Dat waren die drie dagen dikke duisternis. En pal daarna komt de tiende plaag. De laatste plaag over Egypte. Dat was de dood van de eerstgeborenen van Egypte. En dat gebeurde in dezelfde nacht waarin het Pesachfeest gevierd werd, waarin de eerstgeborenen van Israël nu juist gespaard bleven. En die twee plagen hangen nou met elkaar samen omdat ze onmiddellijk op elkaar volgden. Lees maar goed in Exodus 11 en 12, dan zie je dat. En waarom is dat interessant? Omdat voor die 14e Nisan, voor het feest van Pesach, de Heere God tegen het volk gezegd had, vier dagen van tevoren moesten zij een lam van de schapen of van de geiten in huis nemen. En dat moest dan op die sederavond, zoals de Joden dat noemen, die hoogtijavond van Pesach, moest dat lam geslacht worden en dan moest dat door het hele huisgezin gegeten worden. Nou, als u nou bedenkt dat die drie dagen van dikke duisternis direct vooraf gingen aan dat sedermaal, dan ziet u dat dat precies de dagen waren waarin Israël het lam in huis had genomen. Want dat hadden ze vier dagen voor Pesach gedaan. En waarom is dat nou zo bijzonder? Omdat in die drie dagen duisternis geschreven wordt dat daar duisternis was in het hele land Egypte. Men kon geen hand voor de ogen zien, de zon ging niet op. Het was verschrikkelijk donker. En dan staat er dit prachtige woord. Maar bij de kinderen Israëls was er licht in hun woningen.
En dat is natuurlijk letterlijk licht tegenover die duisternis. Maar het is ook het figuurlijke licht van het lam. In die huisgezinnen van Israël was iets wat in geen Egyptisch huisgezin bestond. Die hadden het lam niet en Israël had het lam wel. Het was daar 4 dagen in huis, in die kleine huisjes waar de kinderen van die gezinnen moesten wennen aan dat dier. Een hele bijzondere instelling van God. Omdat als die kinderen eenmaal gewend waren aan dat dier, het des te pijnlijker zou zijn dat nou juist dit dier, niet zomaar een dier gekozen uit de kudde op de avond van Pesach, nee, een dier dat ze 4 dagen in huis gehad hadden, dat dat dier nou juist moest sterven. En dat het bloed van dat dier nodig was om de eerstgeborenen van Israël te beschermen. 4 dagen was het lam in huis. Maar 4 dagen was het ook licht in hun woningen. In heel die duistere wereld was het alsof God gezegd had, er zijn licht. En dat licht was het licht van het lam. Van het Nieuwe Jeruzalem in het boek Openbaring staat geschreven, het heeft geen licht nodig, want het lam zelf is haar lamp. Het lam dat licht geeft. Zoals de scheppingsdagen beginnen met het er zijn licht van de Heere God, zo beginnen die 7 feesten als het ware in diepe duisternis. En het enige licht dat er schijnt, is het licht in de woningen van de Israëlieten. Want die hadden het lam. Natuurlijk was dat niet letterlijk meer zo bij de volgende vieringen van Pesach. Maar die eerste Pesachmaaltijd is wel bijzonder uitzonderlijk. Doordat het licht was in hun woningen. Het licht begint te schijnen daar waar het lam binnenkomt. Het licht begon te schijnen toen Johannes de Doper uitriep, zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En dat kun je parallel zien met de woorden die de Jezus een paar hoofdstukken verder in het Johannesevangelie uitspreekt. Ik ben het licht dat in de wereld gekomen is om de duisternis te bestrijden. Het lam en het licht. 2 belangrijke thema's in het Johannesevangelie. 2 belangrijke thema's op het Sedermaal. En een groot belangrijk thema op de eerste scheppingsdag. Nou, u weet wat er gebeurde. Bij die tweede scheppingsdag, toen werden licht en duisternis van elkaar gescheiden. Ook de zeeën werden van elkaar gescheiden, de wateren en het land werden van elkaar gescheiden. Scheiding is het sleutelwoord van die tweede scheppingsdag. Scheiding. Dan vinden we door de hele Bijbel heen scheiding van licht en duister. Dat was eigenlijk al verbonden met de eerste dag. Scheiding van goed en kwaad. We lezen van de muur die rondom de nieuwe tempel in Ezechiël gebouwd zal worden. Dat die gebouwd wordt om scheiding te maken tussen het reine en het onreine. En ik zie daar een duidelijke parallel met de tweede feesttijd in Israël. Het feest van Matzot. In het Jiddisch heet dat matzes en dat woord kent bijna elke Nederlander. De ongezuurde broden die in de Paasweek gevierd werden. Eerst begon het met Pesach en dan een hele week lang het eten van die matzot, die ongezuurde broden. Het is het feest van matzot. En wat betekent dat nu? Voor Israël was dat heel belangrijk. Ze moesten hun hele huis afzoeken of er nog resten van zuurdeeg waren, of er ergens broodkruimels waren. Dus het huis werd met bezemen gekeerd, want broodkruimels of wat voor restanten van het gebakken het er ook mocht zijn, daar zat altijd nog zuurdeeg in. En dat is nou het belangrijke. Zuurdeeg is in de Bijbel altijd een beeld van het kwade. U kunt mij nu niet tegenspreken, maar ik hoor sommigen van u denken, maar in Matthäus 13 dan een vrouw die dat zuurdeeg mengde door het deeg heen, dat is al heel vaak met het evangelie in verband gebracht. Dat zou dan een positief beeld zijn. Ik geloof er helemaal niks van. Zuurdeeg is altijd een negatief beeld, ook daar. Want in die gelijkenissen van Matthäus 13 is dat parallel met de goede en de slechte vissen, waaruit de oogst bestond. Het onkruid en de tarwe met elkaar vermengd. Wat de Heer Jezus daar zegt is,
Als hij van deze aarde zou zijn heen gegaan, dan zou dat koninkrijk van hem zich uitbreiden over heel deze aarde. En in feite omvat dat alle christenen van deze dag. Dat is bijna 3 miljard mensen op deze aarde. Rijp en groen door elkaar. Zuurdeeg en goed deeg, gewoon deeg. Licht en duister. Het is het onkruid en het is de tarwe. Waarvan we lezen, ze moeten bij elkaar blijven tot het einde aan toe. Dus ook daar is zuurdeeg, naar mijn stellige overtuiging, een beeld van het verkeerde. En bij Paulus is dat helemaal duidelijk. Hij heeft het in 1 Korinthe 5 over het Pesach en hij zegt, wij moeten geestelijk ook Pesach vieren en daarbij afscheid nemen van het zuurdeeg van slechtheid en boosheid. En aan de Galaten schrijft hij iets dergelijks, een beetje zuurdeeg doorzuurt het hele deeg. Dan gaat het ook in beide gevallen om iets dat verkeerd is, maar dat als het tussen het goede doorgemengd wordt, dat allemaal kan bederven. En wat zotte is de scheiding van het zuurdeeg en de rest. En dat betekent voor de Israëliet, denk erom, en dat betekent het in feite voor ons ook. Je kunt niet alleen maar het feest vieren van het lam dat voor ons geslacht is, daar ben je heel blij en heel dankbaar voor, maar je kunt vervolgens niet overgaan tot de orde van de dag. Je begint met Pesach en dan 7 dagen matzot. Dat betekent je begint met de viering van het lam dat voor ons geslacht is. We mogen schuilen achter zijn bloed. Maar dan die 7 dagen matzot die betekenen, en nu moet je ook een leven aan leiden waar die scheiding is aangebracht, waar de tweede scheppingsdag over gaat. Die scheiding tussen het reine en het onreine, tussen het licht en het duister, tussen de dag en de nacht, tussen de wateren en het land, wat het ook mogen zijn. Dat is de les van matzot. En dat is een les die al begint op de tweede scheppingsdag. De derde scheppingsdag is bijzonder. Het woord derde is al bijzonder. De derde dag herinnert ons onmiddellijk aan de opstanding. Van de Heer Jezus weten we dat hij op de derde dag uit de doden is opgestaan. Maar je vindt dat ook al bijvoorbeeld in Hosea 6. De derde dag is ook de dag van, als het ware, de opstanding van Israël. Waar Daniel 12 ook over spreekt. Het is niet al heel duidelijk of dat nou de letterlijke of de figuurlijke opstanding van Israël, dat is grote herstel. Maar in elk geval, ook daar wordt dat met een derde dag verbonden. En als je nou kijkt naar die scheppingsdag, die derde dag, dan is dat de eerste dag waar deze levenloze geschapen wereld leven gaat voortbrengen. God schept dat leven als het ware niet in die stof, maar hij vraagt die stof om leven voort te brengen. De aarde bracht voort. En dan worden daar de planten genoemd. Het eerste levende materiaal komt tevoorschijn. Leven uit het levenloze. En dat betekent in de opstanding leven uit de dood. En dan moet je ook nog eens bedenken dat er een andere beeldspraak is die hier heel belangrijk is. En dat is, de dood wordt ook vergeleken aan de opstanding met het idee van de eerstelingen van de oogst. Het derde feest van Israël, dat was Yom HaBikurim. Dat is op de dag na de Sabbat die valt in de week van Matzot. Op die dag, dat is de dag van de eerstelingen, dat betekent die Hebreeuwse uitdrukking, op die dag werden de eerstelingen van de gerste oogst voor het aangezicht van God gebracht. Met dankbaarheid. Er was een nieuw leven. Ook dat gerste brood ging het leven van het volk in stand houden. En dan zie je in het Nieuwe Testament dat het begrip van die eerstelingen toegepast wordt op de opstanding. Christus, de eersteling van hen die ontslapen zijn, zegt 1 Korinthe 15. De eersteling uit de doden is hij. Hij wordt meermalen zo genoemd. Ook de eersteling van de schepping, maar ook de eersteling uit de doden. Gevolgd door een grote oogst. Zoals Yom HaBikurim gevolgd wordt door de grote gerstenoogst. En later ook de tarweoogst. Zo begint dat met de opstanding van Christus uit de doden. De eersteling van hen die ontslapen zijn. En daarop volgen bij zijn wederkomst al degenen die hem toebehoren, die ook door de dood aan het leven zullen worden teruggegeven.
Dus ook daar zie ik een heel treffende parallel. De derde dag, de dag van het eerste leven dat op aarde voortkomt, de dag van de eerstelingen van de oogst, de dag waarop het nieuwe leven dat in Christus, in de opgestane hier gevonden wordt, ook toebedeeld wordt aan een heel rijke oogst van vele, vele gelovigen die in hem ook dat nieuwe leven ontvangen. Yom HaBikurim. En dan begint, zoals u weet, de omertelling. Vanaf die dag wordt er geteld tot de 50ste dag aan toe. En dat is de dag van Shavuot, het wekenfeest. Dat heet zo omdat er precies 7 weken liggen tussen Yom HaBikurim en Shavuot. Dat is 49 dagen. In de Joodse kijk op de tijd is dat de 50ste dag. Ons woord Pinksteren komt van het Griekse woord Pentecoste. Denk maar aan het Engelse Pentecost. En dat betekent 50ste. Dus dat feest van de eerstelingen, dat vindt daar een ander hoogtepunt in de tarweoogst. Daarvan worden dan die 2 beweegbroden voor Gods aangezicht gebracht. Maar het Pinksterfeest heeft ook zijn heel eigen betekenis. En die zie ik samenhangen met de 4e scheppingsdag. De 4e scheppingsdag, u weet het, dat is de dag waarop de hemellichamen aan de hemel werden gesteld. De zon en de maan en de sterren. En er wordt precies bijverteld waarvoor die zijn. Als je nou een hele grote brede kijk hebt op het heelal, dan zou je haast niet kunnen voorstellen dat die zon en die maan er nou allemaal zijn voor ons. Die hier met z'n allen op dit kleine planeetje wonen. Maar in Bijbels opzicht is dat nou precies waarvoor ze daar zijn. De zon is er om daardoor onze dagen te tellen. Want die begint met zonsopgang en eindigt met zonsondergang. Maar ook om het zonnejaar te berekenen. Dat is de omwenteling van de aarde om de zon in 1 jaar tijd. 365 dagen plus een kwart dag. En de maan is van belang voor de maand. Dat woord maand komt van het woord maan. Bij ons is het jaar gewoon opgedeeld in 12 delen, maar bij Israël zie je dat nog steeds. Elke maand begint met nieuwe maan. Als het maanboogcirkeltje weer voor het eerst tevoorschijn komt, dan is een nieuwe maand aangebroken. Zodat als een feest valt op de 15e van de maand, 14e, 15e, Pesach, Sukkot, dan is het altijd volle maan. En je vindt het ook in Genesis 1 zo aangeduid. Die zon en die maan, die zijn er om richting te geven aan de mens door dat hem helpt bij zijn tijdindeling. Maanden, dagen, maanden, jaren. Richtinggevend. En dan is het heel betekenisvol dat Shavuot niet alleen maar het feest van de tarweoogst was. Want toen Israël eenmaal in ballingschap ging, toen viel dat aspect eigenlijk al gauw weg. Er was er geen oogsten meer. Maar er was een ander ding. Toen Israël aankwam bij de Sinaï, was dat precies op de dag van Shavuot. Dat kun je uitrekenen, de 6e van de 3e maand. En dat was heel frappant. De dag waarop de Heere God de Torah gaf aan zijn volk. En de Torah heeft dezelfde functie die de zon en de maan en de sterren hebben aan het firmament. In het gewone alledaagse leven. Zij delen voor ons de tijd in. Maar op diezelfde manier heeft de Torah die functie van de richting aan te geven voor de mens. De Torah is een richtingaanwijzer. Een gids die je vertelt waar je heen moet. Die vertelt waar je staat, die je naar binnen laat kijken, zodat je ziet waar je bent en waar je naartoe zou moeten. En die je de weg wijst in een betere richting dan je misschien tot dusver bent gegaan. De 4e scheppingsdag, richtinggevend voor de mens als het gaat om de indeling van de tijd. De Torah, die hoort bij het feest van Shavuot en die richtinggevend is voor het leven van de mens, het leven van Israël. Maar ten diepste, als je bekijkt vooral naar wat de 10 geboden behelzen, ten diepste voor ons allemaal. Richtinggevend
in het leven van een mens. De vijfde scheppingsdag was in zekere zin misschien de moeilijkste om een parallel te vinden. Want waar zijn we intussen aangekomen? Dat is de tijd die in ligt tussen Shavuot en de zevende maand. Althans, de zevende maand van het godsdienstige jaar. Want in het burgerlijk jaar is die zevende maand de eerste maand. En dat weet elke Israëliet, want de eerste dag van die zevende maand, dat is dus de eerste dag van de eerste maand van het burgerkalender, dat is nieuwjaar, dat is Rosh Hashanah. Dat betekent letterlijk het begin van het hoofd van het jaar, het begin van het jaar. Rosh Hashanah, een nieuw begin. Maar zelfs als je dat even terzijde laat, wat is het belangrijke van die eerste dag van de zevende maand? Het is Yom Teruah, de dag van het bazuingeschal. Ah, nu komt u in de buurt van de vraag, waarom heb ik dit nou zo gelezen uit Jesaja 27? Dat is wel heel erg bijzonder. Om deze reden. Als je kijkt naar wat er op die vijfde scheppingsdag gebeurde, dan zou je simpelweg met de kinderbijbel kunnen zeggen, toen werden de vissen en de vogels geschapen. Dat is ook wel zo. Maar als je goed kijkt, dan gebeurt daar iets heel merkwaardigs. Daar wordt een diersoort genoemd, die staat er heel prominent tussen, die me meestal een beetje verdoezelt. De Statenvertaling maakt daarvan de walvissen, dat zijn dat sowieso niet. Andere gewoon grote zeedieren. Maar het woord dat daar gebruikt wordt, dat wordt in het hele Oude Testament vertaald met draak. Tanin. Nou, dat is natuurlijk heel wonderlijk. Dat past ook niet erg in de kinderbijbel. Op die vijfde scheppingsdag werden de draken geschapen. En nu hebben wij in Jesaja 27 in vers 1 gelezen over dat zeemonster. Dat is ook een goede vertaling. Die grote draak. En we hebben ook gelezen over de trompet. In vers 1 over de draak. En in vers 13 over de bazuin die geblazen zal worden. Waarna Israël zal terugkeren uit alle landen waaronder het verstrooid is. Wat moet je daar nou mee? Wel, als u het boek Openbaring kort zou willen samenvatten, dan zou je kunnen zeggen, het is het verhaal van het lam en de draak. Van het lam hoorden we al bij de eerste scheppingsdag en het eerste feesttijd. Dat is Pesach. En nu horen we ook nog van die draak, de grote tegenstander. Het schitterende van het boek Openbaring is dat daar een strijd gestreden wordt van totaal onmogelijke aard. Een lam, goed, het was dan wel niet een pasgeboren lammetje, maar misschien een eenjarig lam, dat zouden wij toch een ram noemen, in zijn eerste kracht. Maar toch, wat kan zo'n lam nou, zo'n ram nu tegen een draak? Zeg maar, sommige mensen zullen het beter begrijpen, een soort Tyrannosaurus Rex. Wat voor strijd is dat? Je zou denken, zo'n draak die hoeft maar vuur te spuwen en het lam wordt vernietigd. Maar in Openbaring 17 zie je dat het omgekeerde gebeurt. Dat vind je al in 2 Thessalonicenzen 2. Waar Christus zijn grote tegenstander, de antichrist, zal doden met de adem van zijn mond. Dat komt ook al bij Jesaja vandaan. En je ziet dat ook, ik zou haast dat lam willen noemen in Openbaring 17, een vuurspuwend lam. Als hij geconfronteerd wordt met de draak, dan hoeft hij maar te blazen en dan blijft van die hele macht niets over. Dat is zo verbazingwekkend. We leven in een wereld vol draken vanaf de vijfde scheppingsdag. En die draken zijn de grote geestelijke machten van de duisternis. De zeemonsters, soms worden ze letterlijk zo genoemd. Ik zal u een treffend voorbeeld geven in Jesaja 51... Toen Israël uit Egypte werd verlost, toen had Israël niet alleen maar te maken met de farao, maar met een geestelijke macht achter de farao, de engelvorst van Egypte. En die wordt dan vergeleken met een draak. Door de Egyptenaren werd hij vereerd als een godheid. Maar in werkelijkheid is het een monster, zegt de Bijbel. En de strijd die God er strijdt is niet alleen maar tegen de farao, maar tegen dat monster. In het lied van Mozes in Exodus 15 wordt dat ook prachtig beschreven. Hoe de Heere God die draak te lijf gaat en overwint. De vijfde scheppingsdag herinnert ons eraan
Dat we niet alleen maar het lam hebben in deze wereld en ook niet alleen maar de Tora, dat ze allemaal geweldig zijn. Maar ook de grote zeemonsters, en trouwens dat geldt niet alleen maar voor die zeedieren. Ook van de vogels moet je goed bedenken dat vogels heel vaak een negatief beeld is in de Bijbel. Het grote Babylon in Openbaring 18 wordt gekenmerkt door die onreine vogels. En als je leest in het Oude en in het Nieuwe Testament over de vogelen des hemels, is dat eigenlijk altijd negatief. Dat zijn geestelijke machten der duisternis. Met die draak verbonden, dat is onze wereld. En de grote verandering is het lam. Dat lam werd al aangekondigd, impliciet, dus zonder woorden te gebruiken. Het zit er dan opgesloten. Op die eerste scheppingsdag. En nu komen we bij de zesde scheppingsdag. Daar verschijnt de mens. En in eerste instantie gaat natuurlijk Genesis 1 over die mens met zijn vrouw, aan wie God de hele schepping toevertrouwt als een koning en een koningin. Maar je kunt rustig zeggen dat God over hun hoofden heen al die andere zag. De ware Adam, zo noemt 1 Korinthe 15 hem. De eerste Adam en de laatste Adam. De eerste mens en de tweede mens. Achter die mens en zijn vrouw in Genesis 1, zesde scheppingsdag. Daar zie je die grote gestalte van de Messias. De laatste Adam met zijn bruid. Het herstelde Israël. En nu denkt u, hoe gaat hij dat nou in verband brengen met dat zesde feestdagtijd? En dat is Yom Kippur, grote verzoendag. De eerste van de zevende maand, Yom Teruah, is de dag van het bezuingeschal. En die dag kondigt de heerlijke toekomst van Israël aan. Want uiteindelijk, dat vind je meermalen in de profetieën, leidt dat bazuingeschal naar het grote herstel van Israël en de komst van het Messiaanse Rijk. Dus het verwijst naar de Messias zelf. Maar pas op die zesde scheppingsdag, daar zie je achter die gestalte van Adam, de gestalte van de laatste Adam op reis. En wat heeft dat met Yom Kippur te maken? Dat is dit. Christus herstelt die wereld niet door zijn overweldigende kracht, macht en majesteit. Maar hij herstelt deze wereld doordat hij voor de zonden het zondoffer geworden is. Dat door zijn dood de zonde van alle die geloven wegneemt. Maar dat niet alleen. Een van de belangrijke dingen van Yom Kippur, grote verzoendag, is niet alleen maar dat offer dat gebracht wordt en waarvan het bloed gebracht wordt in het heiligdom. De hoge priester zelf is belangrijk. Hij is een type van de Messias, van de Christus. Want Christus heeft zijn eigen bloed gebracht in het heiligdom. En het grote moment waar Israël naar uitkijkt, of het zich nou bewust is of niet, en waar wij in elk geval ook naar uitkijken, dat is het moment dat de hoge priester terugkeert uit het heiligdom. Voor Israël was dat altijd een spannende aangelegenheid. Je wist maar nooit of de toren van God die hoge priester misschien zou treffen daar als hij het allerheiligste binnenging, wat eigenlijk nooit iemand mocht doen. Behalve dan die hoge priester met Yom Kippur, maar ja, dan moest je toch maar afwachten hoe de heiligheid van God zou reageren. In de Zohar, een van de grote mystieke werken in het Jodendom, daar wordt zelfs verteld dat men een touw aan de voet van enkel van de hoge priester bond, om als hij door getroffen werd door de toren van God, dat men hem aan dat touw weer naar buiten zou kunnen trekken. Nou ja, als dat echt zo is, hebben we verder geen gegevens over, maar het is wel treffend. Daarom zaten ze in gespannen afwachting te wachten tot de komst van de hoge priester uit het heiligdom. Een van de minder bekende en o zo belangrijke elementen van Yom Kippur. Op de zesde scheppingsdag verschijnt de mens in deze wereld. Maar op Yom Kippur verschijnt de Zoon des Mensen uit het heiligdom nadat hij het werk heeft volbracht waardoor Israël hersteld wordt. Dat zal het moment zijn als Christus uit de hemel neerdaalt. Dat zal het grote moment zijn van het herstel van Israël, waar vele, vele hem te voet zullen vallen en zullen zien op hem die zij doorstoken hebben, zoals Zacharia 12 zegt. Nu zijn er nog vele goddeloze mensen in Israël. Dan zullen vele radicaal tot inkeer komen en hem zien
en hem herkennen. Dat moment dat de hoge priester uit het heiligdom komt, dat gaat zoveel verder dan een mens die op aarde verschijnt. Dit is de nieuwe mens. Dit is de zoon des mensen. Die na het volbrengen van het woord, van het wonder van de verzoening, door het volbrengen van het offer, uit het heiligdom naar buiten treedt om zich te vertonen aan zijn volk. Maar ook zoals Openbaring 1 zegt, de hele wereld zal hem zien. En ze zullen zich aan hem moeten onderwerpen. Zoals het hele dierenrijk zich op de zesde scheppingsdag moest onderwerpen aan Adam en Eva. Zo zal dan, als de hoge priester uit het heiligdom naar buiten is gekomen, de hele wereld, heel Israël, maar uiteindelijk ook de hele volkerenwereld zich moeten onderwerpen aan de Messias. Dat zal een geweldig moment zijn. En dat voert ook direct tot de zevende dag. De laatste dag van de scheppingsweek. Waarvan de rabbijnen al wisten en de kerkvaders ook, dat je de zeven scheppingsdagen ook zou kunnen bezien als de opvolging van zeven tijden in de geschiedenis van God met zijn volk en met deze wereld. En die zevende dag is dan altijd de grote climax, het grote herstel. Als je geen zicht hebt op het Messiaanse Rijk, dan zeg je die zevende dag, dat is de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Maar nee, dat is de achtste dag. De zevende dag, dat is het Messiaanse Rijk. Psalm 91, Psalm 92 is een psalm voor de Sabbatdag. Een psalm voor die Messiaanse wereld. Die zal aanbreken als de Messias zal zijn verschenen. Een dag van rust en vrede voor deze schepping. Een dag waar we nu al naar uitkijken. Zeker in tijden waarin er weer oorlogen zijn in deze wereld. Verschrikkelijk. Bidden we extra hard. O Heer, kom toch spoedig. Opdat die tijden van vrede en gerechtigheid mogen aanbreken. Verschijn toch. Verschijn, kom terug uit het heiligdom. Verschijn aan uw volk. Verschijn aan de wereld. Opdat de zevende dag van vrede en rust mag aanbreken. Daar zien we naar uit. Nou, ik hoop dat het u wat inzicht gegeven hebt in die wonderbaarlijke verbanden die er in de schrift liggen. En in dit geval tussen die zeven scheppingsdagen en die zeven hoogtijden van Israël. Laten we samen bidden. Dank u wel, Heere God, voor de diepten en de rijkdommen van uw woord. We hebben het gevoel dat we nog maar een beetje aan krabbelen, aan de buitenkant. Dat het allemaal nog veel dieper zit. Op de eerste bladzijde van de Bijbel vertelt u ons al zoveel dat pas zoveel later zijn volle vervulling zal ontvangen. En waarvan de vervulling zelfs tot op de dag van vandaag nog niet voltooid is. Wij mogen weten, door het oog van het geloof, door de Heilige Geest, van het bloed dat gebracht is in het heiligdom, voor het aangezicht van God. En wij mogen ook weten van de hoge priester, die zal terugkeren uit het heiligdom. En dan zal hij door zijn eigen volk bejubeld worden, als we zullen zien dat hij alles volbracht heeft. En zich voor hem zullen neerwerpen. En velen in deze wereld zich aan hem zullen onderwerpen. Wat zal dat een heerlijke tijd zijn. Daar zien we naar uit. We bidden u voor uw volk Israël. Bescherm het, bewaar het. Maar laat ook vele harten daar aangeraakt worden door de kracht van uw geest. En dat bidden we voor heel deze volkerenwereld. Zegen het woord van het evangelie. Opdat de zevende dag, de dag van de Shabbat, de dag van de rust en de vrede mag aanbreken. Wij loven en prijzen u. Dat we er iets van hebben mogen zien. En bidden u ook verder om uw rijke zegen en genade. In de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus de Messias. Amen.